Heb je het ook al gemerkt? De energiekosten zijn gestegen. En heb je ook al gehoord van netcongestie? Nou, je hebt het vast gezien. Zonneparken, windmolens, als paddenstoelen uit de grond. Maar wist je ook dat dit het topje van de ijsberg is? Welkom in de energietransitie. Energietransitie is net als andere transities geen geleidelijk proces met een duidelijke uitkomst. Nee, het is een proces van horten en stoten en afhankelijk van allerlei ontwikkelingen om ons heen. Geopolitieke ontwikkelingen de afgelopen jaren, maar ook onze wens om te verduurzamen in onze warmtetransitie, hebben natuurlijk een grote indruk gehad op onze kosten. Dat merken we als waterschappen ook. We zien ook dat de energievoorziening zoals we die kenden niet meer is en waarschijnlijk ook nooit meer zal worden zoals die was. Nee, we hebben als waterschappen te maken met krapte door capaciteit op het net. Maar we hebben ook als waterschappen te maken met nieuwe ontwikkelingen. Bevolkingsgroei, een strengere eisen voor onze normen, langere buien waardoor onze gemalen langer moeten draaien, hebben allemaal een vraag naar energie. Deze energie is niet meer zo vanzelfsprekend. Dat betekent dat we opnieuw moeten gaan nadenken hoe we onze energievoorziening in de toekomst en nu gaan veiligstellen. Dit is niet gemakkelijk. Daarvoor hebben we een rapport, E3B, vanuit STOA, samen met waterschappen, Unie van Waterschappen, opgesteld. Lees het. Het is urgent. Het vraagt nu je aandacht. Dus wil je meer weten? Ga het lezen of luister naar de presentatie. Dankjewel voor jullie aandacht en ik wens jullie succes.